Maandagochtend 23 augustus 2021. Hier is mijn dochter aan het grasmaaien. En we maaien het afkalfeitje. Het stuk is nog geen halve bunde groot. Ik zou eigenlijk nog wel wat meer willen maaien. Maar het land is overal zo nat. Daar kan ik niet op terecht. Dit afkalfeitje direct achter de stal, dat ligt een stuk hoger. En is op een zandrug. Daarom zijn hier ook de huizen omheen gebouwd. Dat werd vroeger op een hoge zandrug gebouwd. En verder naar achteren is het zo laag. Ik kan net aan weiden met het vee, maar het houdt niet over. Nou, mijn dochter die maait netjes. En als dat klaar is, ga ik zelf met de bosmaaier onder de afrastering doormaaien. Hier langs de schutting bij de buren. Kijk, dat wordt mooi strak werk. Ook hier heb ik dat gedaan. En je ziet, ondertussen heb ik geschud. En dan is het hier een paar uur later. Het gras begint al mooi wat te verkleuren, te drogen. En ik doe net de koeien naar binnen. Je ziet ze daar, net de laatste koeien, de stal binnen gaan. En dan de volgende ochtend loop ik een eindje met onze pup. En ja, dan kom ik langs het land wat we de dag ervoor gemaaid hebben. En dan tegen een uur of elf heb ik de cirkelhark achter de trekker gedaan. En ik hark met één element naar boven en één element naar beneden. En dat doe ik omdat ik even de buitenronde naar binnen hark. En als ik dat gedaan heb, dan parkeer ik de hark en dan doe ik de schudder achter de trekker. Kijk, en dan ben ik weer aan het schudden. En wat ik net naar binnen gehark heb, dat schud ik nu verder naar binnen. En dan komt al dat geschudde gras niet weer onder de afrastering terecht. En dan een paar uur later in de middag, dan hark ik alles mooi bij elkaar. Het zijn korte strookjes, want het stuk is niet zo groot. Ik zal even laten zien, hier aan het uiteinde, dan burk de hark wat op. En dan rijd ik verder, totdat ik weer de andere richting op kan harken. En dan laat ik de hark weer zakken. Allemaal niet zo denderend goed gefilmd, want alles moet tegelijkertijd gebeuren. Kijk, en dan hark ik weer verder. Als ik bijna klaar ben met het harken, dan ga ik nog één keer langs de kopbakker, zodat ook de uiteinden netjes geharkt zijn. En dan is daar loonbedrijf Korenberger om de ronde balen te persen. Het is maar een klein stukje, dus ik verwacht niet veel balen. Ik had eerst al gevraagd van, heb je de ronde balenpesser er vandaag achter? Want ik wilde niet dat ze apart voor mij die er moesten aanbouwen, maar die hadden ze erachter. En als ik bij het land kom, dan liggen er al twee voor in het land. En daar achter in de balenpesser, er ligt bal 3. En er liggen nog 2 zwilletjes. Dus dan komen we aan 4 balen. En het is ook ongeveer 0,4 hectare. Klein stukje. Hier zie je mooi hoe het gras opgeraapt wordt. Bal 3 ligt nog steeds achter in de pesser. En die wordt er hier uitgekiept. En dan kan de vierde bal gewikkeld worden. Je ziet hier mooi hoe dat gaat. En toen was er één bal niet goed gewikkeld. En die druk ik terug met de voorlader aan de Renault-trekker in de balenpesser. De wikkelaar erachter. Je ziet dat er te weinig folie op zit. Dat kan een keer gebeuren en zo is dat snel verholpen. En dan komt mijn zoon terug van zijn vakantiebaan.
En die rijdt even deze vier balen het land uit. Vindt hij een mooie klus om te doen. Nou, dan kan ik nog weer even mooi filmen. En je hoeft er maar een eindje mee te rijden. Het land uit en aan de andere kant van de draad kan hij ze neerleggen. Nou, ze hebben jullie gezien dat hier het afkalfeitje gemaaid is. Dat er ronde balen gemaakt zijn. En ik heb verteld dat de rest van het land helaas nog te nat is om te maaien. Hoe dat verder gaat, wordt vervolgd.